stuitend geamateur. Dat is het gewoon, ja. Wat een gepruts bij dat RTL. Oh ja, dat kan toch helemaal niet. Dat hele geval nu met die Matthijs van Nieuwkerk. Nee, ik bedoel, die Peter van der Vorst. Oh, wat een vertoning zeg. Ja, die moest zo nodig, die van der Vorst, moest zo nodig voor de muziek uit. Ja, oh nee, je moet, kijk mij eens even toeslaan. Kijk mij eens toeslaan, want kijk wie... Wij hebben Van Nieuwkerk vastgelegd. Zien jullie het wel? Ja, nee, we zien het, Peter. Ja, geweldig. En dat deed hij dan voordat het rapport nu dan over die NPO uitkwam. Ja, iedereen zei al, moet je niet wachten op het rapport? Nee, Peter niet. Nee, nee, want daar staat toch niet zoveel nieuws meer in. En nee, wij presenteren nu al... De Matthijs, nou, daar was hij dan. Nou, en kijk wat er nu gebeurt dan, vrienden. Ja, wat een treurigheid. Ja, en dan ook nog eens een keer dat RTL. Dan wordt dus andere mensen gevraagd, zoals die rademaker, weet je wel. Die jongetje van die opiniepeilingen. En Humberto ook, ja, ja. Wat vinden jullie ervan, hè? Van het geval met de Matthijs. Nou, die wisten niet hoe ze zich moesten draaien en daar niks over zeggen. En nee, dat oh, vraag het mij niet, die. Want dat is RTL, hè. Daar lopen ze allemaal, dat heb ik al eerder gezegd. Die lopen allemaal met een bezem in hun achterzak. Ja, hun eigen straatje schoon te vegen. Dat is RTL, hè? Een vervelend bedrijf. Ja, maar ja... Hij kreeg natuurlijk zo'n worst voorgehouden, de Matthijs, ja. En die had bedragen gehoord, die had hij nog nooit eerder gehoord. Dus hoep, en die hapte toe, ja. Terwijl de Matthijs had moeten denken, nee, laat ik ook even wachten, rustig aan. Ik blijf even ondergedoken daar, in het oosten van Nederland. En dan komt het wel een keertje, want zo had het moeten gaan. En nu wordt hij aan de kant geschoven. Ja, dat had ook moeten gebeuren met die mevrouw Leeflang van de NPO. Ja, die had ook al lang weg moeten zijn. Ja, dat is hem. Maar goed, vrienden, RTL had moeten wachten. Dat is het verhaal. De Matthijs had moeten wachten. Ja, en of hij terug kan op tv. Ja, daar ga ik niet over. Nee, ja. Ik bedoel, als Matthijs terug wil op televisie, dan moet hij dat doen. En dan zal de kijker wel beslissen of hij gaat kijken, ja of nee. Ja, maar als ze gewacht hadden, dan was er nu niks aan de hand geweest. Dan had niemand het nergens over gehad. Had hij nog keurig daar in zijn onderduikadres gezeten en keurig in afwachting van. En dan had hij heel rustig, zeg maar in het najaar, was hij gewoon teruggekomen op tv. Ja, en dat gebeurt nu allemaal niet, omdat RTL zo nodig moest.